Hallo, ik ben Iris. Hoi, ik ben Kim. Hallo, ik ben Gideon. Hallo, ik ben Tristan. Hallo, ik ben Josjan. Hallo, ik ben Laura. Wij zijn 100% Jiddiepra! Wat weet u van de krimp hier in Groningen? Inmiddels weet ik er heel veel van, want sinds 2 jaar ben ik hier heel veel. En dan gaat het, mijn opdracht gaat dan vooral over help scholen, goede scholen te blijven, ook al worden ze steeds kleiner. Dus ik heb inmiddels heel veel stukken ook gelezen met heel veel cijfers. Ja, in Groningen krimpt het aantal inwoners en ook het aantal kinderen krimpt. En dat is gewoon zo. Daar kunnen we niks aan doen. Je kunt het precies zien, het gaat heel langzaam, maar de komende 10, 20 jaar zijn er steeds minder kinderen. En wat doen we dan met de scholen? Dat is een belangrijke vraag die de mensen uit de politiek, maar ook de mensen in de gemeente, maar ook de mensen in de scholen zich stellen. Als we namelijk niks doen, dan vallen dus hier en daar zo een schooltje om, omdat ze gewoon geen kinderen meer hebben. En dat wilden we eigenlijk niet. En dus je kunt echt helemaal niks aan doen aan de krimp hier in Groningen? Nou, we kunnen eerst vragen of de vaders en moeders meer kinderen maken. Maar dan gaat het toch wel even duren voordat dat lukt. En ik denk niet dat dat genoeg helpt. Dus je kunt wel zeggen, ja, we gaan bedrijven uit de andere kant van Nederland hier naartoe halen. En dan komen de volwassenen mee en dus de kinderen ook mee. Nou, dat zal ook niet zo heel snel een oplossing bieden. Dus je kunt ook gewoon zeggen, nou, het is zoals het is. Hoe erg is dat nou eigenlijk? Is toch ook fijn, al die ruimte, al die rust. En wat houdt kindvoorziening precies in? Dus een kindvoorziening is eigenlijk een ander woord voor alles voor kinderen van 0 tot 13 jaar op één plek. Hoe bent u terechtgekomen hier in Stedum? Mensen van de provincie Groningen die hadden een plan bedacht om te gaan uitzoeken of kindvoorzieningen hier in 7 gemeentes misschien een goed idee was. En daar hadden ze zelf geen tijd voor om dat te gaan uitzoeken. En dan hebben ze mij ingehuurd, dus tijdelijk, ik ben dus niet bij hun in dienst, maar tijdelijk ingehuurd om voor hun met iedereen in de dorpen te gaan praten van vind je dat een goed idee? In plaats van allemaal kleine schooltjes een paar goede kindvoorzieningen maken. Dus dan, zo ben ik projectleider geworden. Ik heb echt moeten solliciteren van oh, ik denk dat ik het wel kan. En toen waren er nog andere mensen die ook hun plannen moesten vertellen en toen hebben ze mij uitgekozen. Okay. Dus u vindt wel dat de twee scholen in Stedum samen moeten gaan? Eigenlijk is wat ik vind niet zo belangrijk, maar ik vind het wel een goed idee. Want als je wacht, dan is het toch over 1 jaar of 5 is er maar 1 school over. Omdat er gewoon niet genoeg kinderen zijn. Maar wat veel belangrijker is dat de mensen hier in het dorp het heel graag willen. We hebben al een paar keer op een avond de mensen uit het dorp hier in de school gehad. Dus niet alleen vaders en moeders van jullie, maar ook mensen van de kerken en van de sportvereniging. Iedereen praat mee en iedereen zegt eigenlijk, doe nou maar van die 2 1 goede maken. Want dan kunnen we zelf weten hoe we hem willen inrichten. En dan kan van allebei het goede behouden blijven. Oké, en dat was nou eigenlijk ook net de vraag dat wij wouden stellen. Vindt u dat de 2 scholen in Stedum hier samen moeten gaan en waarom? Nou, precies waarom. Als je niks doet, dan gaat er 1 weg en al het goede van die ene, dat gaat er ook meteen mee weg. En als je dus zelf nu al meteen, voordat het zover is, plannen maakt, dan kun je dus van allebei het goede behouden. En dan vinden ook de mensen van de ene school, de ouders, de kinderen, en de mensen van de andere school, de ouders, de kinderen, dat ze gelijk worden behandeld. En dat is ook wel heel belangrijk. Oké. Okay. En vindt u dat de nieuwe school een christelijke of een openbare school moet worden? Ja, dat is een hele goede vraag. Juridisch gezien moet een school of openbaar, of christelijk, of katholiek zijn. Dat zegt de wet. Er moet zo'n plakketje op de deur staan. Eigenlijk vind ik dat alle scholen algemeen toegankelijk moeten zijn. Alle scholen, daar moeten
elk kind die dat wil, en de ouders die dat willen, die moeten daar terecht kunnen. Hier voor Stedum gebruiken we wel de term samenwerkingsschool. Iedereen is welkom, christelijke kinderen, openbare kinderen. Wie wil bidden, die krijgt de gelegenheid om te bidden. Dat kan toch gewoon? Eigenlijk doen we het bij de voetbal ook al. En aan sportverenigingen, jullie spelen bij elkaar thuis. Nou, dan gaat ook de een bidden en de ander niet. Dat kan op school ook heel goed. Dus algemeen toegankelijk voor iedereen. Iedereen mag komen, maar met heel veel respect voor mensen die hun geloof ook in de school willen laten zien. En eigenlijk denk ik dat we allemaal een beetje hetzelfde willen. Naast de liefde, goed zijn voor elkaar. Al die waarden die in de christelijke kerk worden verteld. De meeste mensen van de openbare school vinden dat ook heel belangrijk. Alleen geloven ze niet in God. Dat is het enige verschil. Dus volgens mij kan dat heel goed samen. Oké, en hoe ziet u de toekomst voor de nieuwe school? Omdat het hele dorp het wil. Tenminste, ik zeg het hele dorp, maar de meeste mensen in het dorp het wil, zie ik de toekomst heel zonnig tegemoet. Want dat is het allerbelangrijkste. En dan kan hier een school blijven van zeg maar 100 kinderen met nog peuterklas erbij. Hè, zo 100, 120 kinderen. Nou, dan heb je echt een hele mooie stevige school die nog heel lang kan blijven bestaan. Oké, en dit waren de vragen die wij wouden stellen in de interview. Bedankt dat we u mochten interviewen. Jullie ook bedankt. Ik vond het hele goede vragen. Oké, dankjewel. En hier ziet u de prachtige woonwijk Borglanden.